Amsterdamse basisscholen kampten vorig jaar met een tekort van 175 voltijdbanen. Inmiddels is dit gat gegroeid naar 280 voltijdbanen. We zagen het aankomen en we zijn vorig jaar natuurlijk al heel hard ermee bezig geweest. Maar je ziet wel een stijging in het aantal leraren wat als tekort komen. Ja, dat vind ik gewoon echt heel ernstig. Van deze 280 openstaande vacatures worden er momenteel 220 ingevuld door onbevoegde leerkrachten, zoals onderwijsassistenten, leraren in opleiding en mensen die zich laten omscholen tot leraar. Ja, dat wil je natuurlijk niet, dat onbevoegde voor de klas staan. Ik begrijp het wel, hè, want dat is dan uiteindelijk de noodmaatregel die je neemt. Maar dat raakt natuurlijk wel de kwaliteit van het onderwijs. Je bevoegdheid is niet voor niks. Dus ik vind dat heel zorgelijk. Ik snap het, maar ik vind het niet fijn. De wethouder trok het afgelopen jaar al 23 miljoen euro uit om het aantrekkelijker te maken voor leraren om in Amsterdam te werken. Parkeervergunningen, uitgebreidere reiskostenvergoedingen en meer geld voor zij-instromers, het mocht niet baten. Volgens Moorman is hulp uit Den Haag een noodzaak. Ja, ik vind dat de lerarensalarissen echt omhoog moeten. En ik vind eigenlijk dat in de grote steden, waar het probleem het allergrootst is, maar waar ook het belangrijkste verschil kan maken, waar het vak van leraar ongelooflijk belangrijk is, dat daar nog extra bij mag. Een grote stedentoelage, dat is niet gek, dat doen ze ook in Parijs, dat doen ze ook in Londen. Ik zou willen dat ook in Amsterdam gebeurt.